Dag dames en heren. Het zijn zware tijden voor degenen die allergisch zijn. Voor de graspollen, die zijn op dit moment massaal in de lucht aanwezig. En het droge zonnige weer en een briesje uit noordoostelijke richting zorgt ervoor dat de condities uitermate slecht zijn. Maar tijdens dit weekende lijkt er alweer verlichting te volgen. Op dit moment ligt Nederland in het zonnetje te blaken. We zien het vanaf grote hoogte. Nederland is goed zichtbaar. Er zit bewolking ten noorden van ons. Daar hebben we niet mee te maken. Duitsland zien we heel mooi liggen, maar boven Frankrijk zien we diverse witte plukken. Dat zijn onweersbuien en die onweersbuien die hebben de neiging om gedurende het aankomende weekend wel langzaam onze kant op te gaan schuiven. En we zien al af en toe wat bewolking ervan over bijvoorbeeld België schuiven. Dat is nog sluibewolking. Daar hebben we vandaag in het zuiden van Nederland ook af en toe mee te maken, maar daar valt geen bui uit. En dus blijft het vandaag in ieder geval droog met veel zonneschijn, soms wat sluierwolken. Landinwaarts ontstaan ook nog een paar kleine stapelwolkjes. En de temperaturen lopen uiteen van zo'n 20 graden in het noorden van Groningen tot zo'n 25, misschien wel 26 graden plaatselijk in het zuiden van het land. De wind waait uit noordoostelijke richting zal in de loop van de dag nog wat gaan aantrekken. Wordt dan zelfs windkracht 5 in het noordwestelijk deel van Nederland, zodat de temperaturen in de kop van Noord-Holland, in Friesland en waarschijnlijk ook wel op de Wadden-eilanden een paar graden lager zal uitkomen. En ook vanavond is die wind nog aanwezig en dat betekent dat het in het noorden toch al vrij snel begint af te koelen. De warmte blijft als het ware nog een beetje hangen in het zuiden van het land, dus daar zullen tot laat vanavond de terrasjes goed gevuld zijn. Vannacht het uiteindelijk temperaturen het laagst in het noorden van het land zo'n 8 of 9 graden in het zuiden dubbele cijfers daar schuiven af en toe wat wolkenvelden over maar buien blijven nog ten zuiden van ons en dat is waarschijnlijk morgen ook wel het geval met wederom veel zonneschijn loopt de temperatuur op naar zo'n uh, 18 tot 20 graden in het noorden van het land. Want met de Noordoostenwind wordt de lucht daar aangevoerd deels over de Noordzee. Dus dat drukt de temperatuur wat. In het zuiden van het land kunnen de temperaturen juist nog wat hoger oplopen dan vandaag. Zelfs een 26 of 27 graden sluit ik niet uit. Dus grote verschillen tussen Noord en Zuid. Maar wel verder flinke zonnige perioden. En de wind uit Noordoostelijke richting die is met name in de loop van de middag weer goed aan. Aanwezig. In de nacht naar zondag dan zou er in het uiterste zuiden al een enkele bui kunnen vallen, maar het is vooral wachten op zondagochtend wanneer een zone met buien, soms met onweer, vanuit het zuidwesten het land over gaat schuiven. In het noordoosten daar blijft het nog lange tijd droog, kan de temperatuur zelfs nog wat verder oplopen dan wat er op de kaart staat, en de buien die daar dan in de loop van de middag arriveren. Die zouden wel eens heel veel regenwater kunnen opleveren. Windstoten, dat valt allemaal mee bij deze buien. Maar het kan af en toe ook wel eventjes gaan onweren. Dus hou de regenradar, met name zondag, in de gaten. Nou, ook op tweede Pinksterdag kan er in de loop van de middag nog wel een enkele regen- of onweersbui. Tot ontwikkeling komen, maar er is zeker ruimte voor de zon. Met een briesje uit westelijke richting wordt het 18 graden langs de westkust. En in het binnenland komt de temperatuur uiteindelijk nog wel rond of zelfs iets boven de 20 graden uit. En als we dan kijken naar de volgende week. Dan zien we dat het eigenlijk heel normaal Hollands weer is. Met af en toe zon, soms een bui en temperaturen die smiddags zo'n beetje uitkomen op een graad of 20. Fijn weekend.